En we zitten nu al op 7000 euro. 8. Hij gaat heel langzaam. 9. 10. 11. 12. 15. 17. 18. 19. 20. 23. €25.000 en jullie hebben er allebei niet voor gedrukt. En iedere keer dat dat gebeurt, baal ik een beetje, want dan moet ik iemand naar huis sturen met helemaal niks. En dat is niet bepaald mijn hobby en dat gaat nu wel gebeuren. Er zit niet altijd een hoog bedrag in de koffer. Sander, laat maar zien dat het echt zo is. Gooi me open. Het was echt, tussen haakjes, maar €25.000. En iemand gaat jullie tweeën enorm dankbaar zijn. Want het hele bedrag gaat nu naar zomaar iemand die waarschijnlijk spontaan een kleine wegtrekker krijgt. Jeroen, wie is het? Vertel het maar. Ja, dat is lekker. Die denkt ik ga naar huis met een koptelefoon. Maar er komt nog €25.000 bij. En die geluksvogel zit in Winschoten, vak nummer 8. Die prijs is voor jou, Paul Sprinkhuizen. Gefeliciteerd, Paul. Jeetje. Wat een bedrag! Hoe vind je dat, Paul? Ja, dat is... even schrikken. Ja, je stem is weg van de zenuwen, begrijp ik. Ja, dat is op dit moment zeker. Ik bedoel, dus, mijn buurvrouw die zat al met een auto. Ja. Zij was van, nou, dat was 50 centimeter te laat. Maar nou, wow! €25.000. €25.000. Gefeliciteerd met het prachtige bedrag. Hartstikke bedankt. En nu komt alles aan op dat ene moment. Ik hoop dat jullie een beetje goed zijn in rekenen, in hoofdrekenen. Heel spannend dit, vooral voor een van jullie die met niets naar huis moet. Er komt een som. Degene die het snelst met het correcte antwoord komt, speelt straks in de finale voor de miljoenen. Is het fout, dan wordt je tegenstander de finalist. Ik wens jullie allebei heel veel sterkte. Kim, Marcel, hier komt de som. 177 plus 177 is... Kim. 354. En dat is... Ja. Oh, wat lullig. Nee, dat kan niet. Oh, ik had het jou ook gegund, Marcel. Sorry. Oh, wat sportief. Ja. Dat vind ik lief van je. Ik zie teleurstelling, maar dan meteen proficiat zeggen. That's the spirit. Nou, ik hoop dat je dit gauw een plekje kunt geven. En wel heel erg leuk dat je het geprobeerd hebt. En sorry dat we er niet meer van kunnen maken. Geef hem een heel groot applaus. Marcel, dankjewel. Sorry. Oh, teleurgesteld. Kim, gefeliciteerd meid. Kom even bij me staan. Oh. Ik denk dat jij de allerjongste finaliste bent die we ooit gehad hebben. Echt waar, 20 jaar pas. Ja. Hoe gek is dit om hier te staan en naar de finale te gaan? Heel gek. Ja, besef je het wel een beetje? Of is het een soort film waar je in zit? Ja. Ja, nou, je mag heel even een paar minuten bijkomen. Okay, ja. Je krijgt een glaasje water, een beetje zuurstof en dan gaat het allemaal wel weer. Ja. We zien er zo terug. Onze finaliste Kim. Dankjewel. Hele aflevering kijken? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.